Breda Nu. Je weet het meteen. Op het Newman College werden er verschillende workshops gehouden van NAC Street League. Kinderen kregen les over alcohol, geld, social media, gezonde voeding en de voedselbank. We zijn in samenwerking met NAC, dat is begonnen met NAC Street League, zijn we gaan kijken, wat zouden we nog meer voor de kinderen kunnen betekenen. En dat resulteert in allerlei zaken. NAC voelt zich niet verantwoordelijk op een gegeven moment alles wat te maken heeft met voetbal, maar die heeft ook een veel grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus we doen dingen op gebied van social media, we doen dingen op gebied van voeding. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken van wat zouden we kunnen betekenen voor mensen die bij de voedselbank afhankelijk zijn. En ook heel veel sociale dingen. Het valt binnen de NAC Street League. NAC Street League is een straatvoetbalcompetitie in Breda. Daar doen middelbare scholen uit Breda aan mee. En buiten dat ze op het veld de sportieve strijd met elkaar aangaan, hoort er ook een heel educatief programma bij. En dat zijn dus bijvoorbeeld deze workshops die in de klas worden gehouden. En vandaag dus op het Newman College. Nou, het gaat allemaal over actueel maatschappelijke thema's die ze of nu of op korte termijn gaan tegenkomen op deze leeftijd. En de workshopleiders vragen hoe gaan ze daar nu mee om en ze krijgen tips en adviezen hoe ze daar misschien in de toekomst mee om kunnen gaan. Je kunt bijvoorbeeld denken aan groepsdruk of dingen die er gebeuren op social media, dat is natuurlijk ook heel actueel. En hoe gaan ze daarmee om? Ik ben toevallig net bij 2 workshops geweest, maar ik wil die andere ook nog zien. Ik ben bij een workshop geweest waarbij kinderen kaarsen zijn aan het maken, die zijn ze aan het versieren en die gaan dadelijk naar de voedselbank en dan worden die aan die mensen uitgedeeld die afhankelijk zijn van de voedselbank. Nou, wij zijn een kaas aan het maken voor de voedselbank. En wat voor heb je er allemaal aan gedaan? Ik heb stickertjes erop geplakt en een soort van klei en daar heb ik hartjes van gemaakt. Dus ik ben net bij de kinderen geweest en ik zeg, hoe is dat? Nou, die kinderen vinden het heel erg leuk. Dus ze zeggen van, nou, gelukkig een keer geen huiswerk. Gelukkig kunnen we een keer samen met elkaar rond een groepje aan een onderwerp zitten. Dus de kinderen die genieten hier wel van en dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik vind het heel leuk, ja. Het is wel leuk, je leert ervan. Je leert ook hoe je niet verslaafd aan wordt of zo. Ja, en ook, ja, gewoon leuk, ja. Beter als huiswerk. Ja, zeker. Leuk eigenlijk, maar ook... Het is soms wel saai omdat we veel informatie krijgen, maar voor de deel wel leuk. Ik vind het belangrijk dat deze school dit in elk geval doet en dat we hier aandacht aan besteden. Ik denk dat het goed is voor de ontwikkeling van de kinderen. En nogmaals, ik denk ook dat het goed is voor de toekomst van de kinderen. Breda Nu. Je weet het meteen.